Ik had zojuist gesproken over 200.000 inwoners, waarvan 50.000 jongeren in dit gebied. En dat geeft aan hoe kansrijk het ook is. Als je dus investeert in jongeren, dan denk ik dat het ook een hele goede investering is, met name op Zuid. Want wat doe je met een plek, als je dus in de toekomst gaat bouwen, dan heb je een braakliggend terrein. En dan kun je dat afzetten met hekken. Je kan zeggen van nou, voorlopig doen we daar niks mee. Nou, dat is niet de keuze van ons geweest. We hebben gezegd van dat moet je ruimte geven, of die ruimte moet je ter beschikking stellen aan belanghebbenden, belangstellenden. En dat zijn jongeren. Elke werkdag om 8:30, Antenne Rotterdam. Even wat anders.